welkom bij een nieuwe aflevering van Vraag op Straat. Deze aflevering staat in het teken van veiligheid. De donkere dagen staan weer voor de deur en wij gaan in Breda de straat op om de mensen te vragen of dat ze zich veilig voelen. Nou, ik voel me in Breda eigenlijk heel erg veilig. Ik ben hier pas naartoe verhuisd. En ik vind Breda eigenlijk gewoon een hele fijne stad. Maar ook met deze donkere dagen voel ik me eigenlijk heel prima. Ja, ik voel me wel veilig, maar wij gaan ook niet te laat naar buiten eigenlijk. We hebben twee jonge kinderen, dus tegen de tijd dat die op bed liggen, dan gaan wij niet meer naar buiten. Dus... En hij weet kickboxing, dus... Okay. En wat vindt u dat er nog kan worden verbeterd aan veiligheid op straat? Ja, ik denk dat er wat meer mensen gewoon ingezet moeten worden als vrijwilliger. Die gewoon patrouilleren in de straat en wijken. Ik denk dat dat het beste is. Ja. Ik voel me wel veilig op straat. Ik zie niet veel politie. Dat is me wel opgevallen. Ik zeg, wij komen niet hier vandaan. Maar ik zie niet veel politie op straat lopen. Maar er is ook helemaal niets aan de hand waardoor ik me niet veilig zou voelen. Mensen hier zijn in Breda, hebben wij al eerder gemerkt, enorm aardig en vriendelijk. En dat bepaalt ook wel een stukje van de sfeer, natuurlijk. Ja. Okay, en voelt u zich dan veiliger overdag of 's avonds? 's Avonds kom ik nooit buiten. 's Avonds kom ik na het eten ga ik gewoon niet naar buiten. Wij wonen in Rotterdam, in de Kapel aan de IJssel. Dat is een hele andere kwestie dan hier, vind ik. Maar mijn man heeft hier in het ziekenhuis gelegen. Er kwamen mijn kinderen over. Gingen we wel 's avonds hier naartoe. Het enige wat ik gezien heb waren vrijgezellenfeesten en studenten die lol maakten. Maar dat is een andere, grimmiger sfeer in Rotterdam en omstreken. Daar voel ik me niet veilig op straat. En wat vindt u dat, dat ze daar kunnen verbeteren aan de veiligheid? Ik denk de bereikbaarheid van de politie gewoon veel belangrijker is. Wij hebben net een inbraak gehad in de auto. En dan merken we toch dat er heel weinig van de politie uitgaat om je het gevoel te geven dat je in goede handen bent. Vroeger was de politie iemand die je zo aan kon spreken. Nu hebben ze het imago van boze boeman, vind ik. Je loopt er eerder met een boogje omheen dan dat je ze aanspreekt. En dat vind ik wel heel erg jammer. Dat is niet hun taak. Hun taak is juist om te maken dat iemand op ze af durft te stappen en te vragen hoe zit iets. Ze hebben net mijn tas proberen te pikken. Je hebt niet het idee dat er wat aan gedaan wordt, dus ga je er ook niet meer op af. Ja, ik voel mij zeker niet onveilig. Maar waarom ik mij niet onveilig voel, dat kan ik niet direct zeggen eigenlijk. Maar ik kom uit een... Ja, ik weet het niet. Ja, natuurlijk voelen wij ons veilig, ja. En waarom? Ja, het zit in... Het zit in ons, dus wij hebben die leeftijd, dus dat wij dus helemaal niks hoeven te vrezen eigenlijk op deze leeftijd. Het gaat prima, dus... En is overdag, hè? Ja, dat... Ja, voelt u zich veiliger overdag dan 's avonds? Ja, natuurlijk. Ja, sowieso, ja. Wat vindt u dat dan nog verbeterd kan worden aan de veiligheid? Nou, wij zijn hier vreemd, we zijn hier niet van Breda, dus... als ik dan bij ons in de stad kijk, op sommige plaatsen meer verlichting of zo, maar verder. Jeetje, hier in Breda bedoel je dan, denk ik, hè? Ja, ik voel me absoluut veilig hier. Ik ben alleen en ik fiets zelfs alleen, ook midden in de nacht na het stappen en geen probleem. En waar komt dat door, denkt u? De Brabantse, Breda'se gemoedelijkheid, denk ik. Ja, gewoon oog voor elkaar en gezelligheid vooral. En dat maakt denk ik dan dat je je wel wat veiliger voelt. Ja. En wat vindt u nog dat er kan worden verbeterd aan de veiligheid op straat? Verbeterd? Ja, weet je, ik heb eigenlijk ook nooit zo last van gehad. Dus ik heb niet zoiets van, nou, dit of dat zou echt verbeterd moeten worden. Volgens mij gaat het voor mij wel prima. Okay, dus u voelt zich niet veiliger overdag dan 's avonds? Nee, het maakt voor mij geen verschil. Nee, absoluut niet. Ik voel me wel veilig op straat. En waarom dan? Hier in de stad bedoel je? Ja, in het algemeen, overdag en 's avonds. Nou, 's avonds vind ik het wat anders. Ik fiets niet heel prettig van de stad naar huis. Maar overdag vind ik het allemaal prima, hè? Toch? Ik vind dit een klein beetje raar. Wat vindt u dat er nog kan worden verbeterd aan de veiligheid? Jeetje. misschien 's avonds meer overzicht, want je hebt toch ook wel plekken waar nog best wel wat jongeren ook hangen en dat soort dingen.
Dus misschien 's avonds dat er meer mensen surveilleren of zo. Maar verder, met name in de weekenden dan. Maar verder ben ik wel tevreden hoor. Okay, maar u voelt zich wel overdag veiliger dan 's avonds? Ja. Ja, ik fiets niet graag in mijn eentje naar huis van als ik bijvoorbeeld in de stad ben geweest. Maar overdag heb ik daar helemaal geen problemen mee. Nee. Ja, ik wel. Ja, hoor. En waarom dan? Ja, waarom niet? Ik ben al nooit lastig gevallen, dus ik heb ook geen enge dingen gezien, dus het gaat prima. En 's avonds? 's avonds kom ik eigenlijk nooit buiten. Ik ben altijd thuis. Maar ik voel je gisteren ook veilig? Ja, gisteren, ja, ik voel me wel veilig. Ja, ja. En hoe komt dat dan? Ja, omdat ik geen narigheid zie. Ik let er ook niet zo op, eerlijk gezegd. En wat vindt u dat er kan worden verbeterd aan de veiligheid op straat? Ja, ik voel me veilig, dus wat moet er dan verbeterd worden? Ik voel me prima. Ja.